Ik heb een beetje het idee als ik voor de eerste keer in Disneyland ben. Ik weet gewoon niet waar ik moet kijken of iets. Zeg maar. We hebben vier prachtige boerinnen hier in de studio. Ik maak nu een fotootje en die zet ik ook meteen op Twitter. Kijk, hallo, lach allemaal even. Ja. Het gaat hier om Lulu, Debbie, Thalisa en Nikki. Goedemorgen, meiden. Goedemorgen. Oh, lekker. Ja, want de boerinnenkalender komt uit, dames. Wat prachtig. Ja, ik moet jullie zeggen, jullie weten nog helemaal niks. Hè? Jullie hebben een fotoshoot gedaan. Maar jullie weten nog niet welke maand jullie zijn. Of jullie op de cover staan of niet. Jullie weten nog helemaal niks. Nikki bijvoorbeeld, hoe kom je op de boerinnenkalender terecht? Hoe gaat dat? Nou, ik zag een artikel in de krant. En dat sprak me eigenlijk wel aan. Omdat boerinnen altijd een beetje neer worden gezet als lompe vrouwen met overals. Oh, en was je dialect? Ben je vergeten? Dat heb ik niet, sorry. Die heb je niet. Ik ben een Noord-Hollandse boerin. Okay. Zonder dialect. Die hebben geen dialect. Okay. Oh, dat vind ik wel lekker hoor. Daar vroegen ze zeg maar sexy boerinnen voor de kalender. En dat sprak mij wel aan. Ik kan jou ook gewoon Miss Juni noemen. Dan weet je meer dan ik. Ja, je bent Miss Juni, Nikki. Applaus, dat is Miss Juni. Ben jij ook jarig in juni toevallig of niet? Ja, ik ben ook jarig in juni. Kijk aan. Zeg, Thalisa. Ja? Heb jij een vriend? Ik heb een vriendje, ja. Oké, en woon jij ook echt op de boerderij? Ik woon niet zelf op de boerderij, mijn vriendje wel. Dus die is een van de grootste melkboeren uit Geesteren. Dus, kijk aan. Dus niet zomaar iemand. Nee, zeker niet, want jouw vriendje heeft namelijk Miss November in handen! Yay, Miss November! Goed. Zeg, Debbie? Ja? Je weet hoe je een koe moet melken? Ja. Ja? Ja, dat wat is de juiste manier? Het is toch allemaal automatisch tegenwoordig? Joh. Doe je tegenwoordig gaat het automatisch. Denk je wel niet meer zo'n emmer eronder? Auw op, man. Nee, helemaal niet. Dus gewoon de dingen aansluiten en dan op een knopje drukken? Ja, dat gaat vanzelf tegenwoordig, ja. Oké. Dus je hebt niet zo heel gek veel werk eraan. Nee. Eigenlijk doe jij niet zoveel. Maar dan kan je misschien kan je wat anders gaan doen, want je bent namelijk Miss May! Dat is mooi, hè? Ja. Dames, we hebben iets bedacht. We dachten van ja, die boerinnen gaat keihard, weet je wel. Boer zoekt vrouw, 4 miljoen kijkers. Wij willen al heel lang rijk worden. Ja. En we hebben heel iets bedacht. We gaan namelijk instappen bij de boeren, als het ware. We hebben een spel bedacht, het Mattie en Wietse boerenspel. En dat moet gewoon de kaskraker worden, zeg maar. Ja. Nieuwe stratego, dat soort monopolie. Dit moet hem worden, eind van het jaar in de winkels. Lekker rond de feestdagen, kan iedereen het kopen. Precies. Maar voordat we het gaan uitbrengen, moeten we natuurlijk wel even testen. Ja. En wie is een beter publiek om het te testen? Dan jullie, toch? Laten we beginnen. Goed. We beginnen met Debbie. Piet, je hebt een vraag voor Debbie. Ja, de eerste vraag. We spelen wie van de drie? Wie van deze drie is boerin Henrieke? Wanneer hoor je haar? Is ze de eerste, de tweede of de derde? Je krijgt nu een koptelefoon op uit Boer zoekt vrouw. Let op, komt ze aan. Hij is eerlijk, integer, open. Samen met cliënten Chantal en Karin strooien Willem en zijn mannen de mestheuvel op. Ja, zoals gisteravond, als je met z'n drie aan tafel, of met z'n vier aan tafel zit, dan is het hartstikke gezellig. En dan denk je, ja, ze is wel hier. Wie was het? De laatste. Ja, applaus! Oké, dan gaan we naar Thalisa. Thalisa, ik heb voor jou een boerenverhaal. Ja. Let op. Frank de Boer heeft 3 eieren in zijn hand die 30 cent per stuk kosten. Frank de Boer, hè? Hij komt Mike de Boer tegen, ziet zijn kale hoofd, schrikt en laat 2 eieren vallen. Hij heeft nog 1 ei over. De vraag is, hoe heet de broer van Frank de Boer? Ronald de Boer. Ja! Heel goed. Gaan we naar de eerstvolgende. Dat is Nikki. Nikki, we hebben ook voor jou een vraag. Ja, de vraag 3 is dat. Onthoud de volgende dierengeluiden van de boerderij. Eerst even een koptelefoon op. Hebben we die. En het is dus een soort memory. Hè? Ja, je moet ze ook bij Jan Slachter zien. Bij Jan Slachter de boodschappenquiz, zeg maar. En nu dan in geluid. Precies, komt hij aan. Hè? Onthoud ze en reproduceer ze. Dieren vanaf de boerderij. Nou, ja, roept u maar. Komt u maar, van 1 naar 10. En een koe, een schaap, een paard, een dinosaurus. Het was een tijger, maar akkoord, En een kip. Ja. Een geit. Ja, je had een zo'n schaap tussen inderdaad. Ja, prima, ik vind dat je erin komt, prima. Ja, dit onderdeel werkt ook wel inderdaad, ja. Zeg, en hebben we de laatste nog, dat is Lulu. Lulu, we hebben ook een onderdeel in het spel zitten dat werkt met kanskaarten. Dus stel dat je 6 gooit bijvoorbeeld, mag je een kanskaart pakken. Ik heb hier 4 kaarten. Pak maar 1 van de kaarten. En kijk wat erop staat. Lees het hardop voor, alsjeblieft. Ik
Gefeliciteerd, je bent de covergirl van de Boerinnenkalender. Yeah! 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 Ik hoor hier een accent uit het zuiden gewoon. Nee, Friesland toch? Nee, van Vlaanderen, van België. Oh. Hoe ben jij dan zo op de Boerinnenkalender beland? Gewoon door te surfen eigenlijk. Ik heb 2 jaar terug meegedaan aan de verkiezing van de schoonste boerin van Vlaanderen. Yeah. En toen hadden wij al in gedachten om een Boerinnenkalender uit te brengen. Yeah. En uiteindelijk is dat niet gebeurd. En ben ik dan gewoon binnen surfen en ben ik dan terechtgekomen bij de Boerinnenkalender van Nederland. Jullie hebben hem nog niet gezien. Wij hebben hem hier nu, het eerste exemplaar. Precies. De Boerinnenkalender 2013. Ja, het klopt inderdaad. Volgens mij ben jij dit op de voorkant. Ben je er tevreden mee? Heel tevreden. Kijk, nou goed, we maken even wat foto's. Die zetten we op Twitter, @MattieWietse. Zien jullie brood in ons spel? Ja, ik denk het wel. Ja, oké. Okay. Fijn. Eindelijk een Porsche kopen. Dames, dankjewel voor jullie komst. Graag gedaan.